even stoppen om te kijken hoe de exploitanten hun bezoekers proberen te lokken. Eigenlijk nog instappen op afzetten. Dit is Jabba. Wat is jouw beste lokroute? Ja, weet ik niet. Ja, gewoon blijven praten, kom erbij. Moet je doen, mag je niet missen, weet ik het. Ja, dat is wat ik zeg altijd. Gebruik je ook nog speciaal geluid? Ja, er zit een echo op. En als je die knop indrukt hier beneden, dan begint hij te echoen, om zo maar te zeggen. Mijn oordeel over de jumper is een 7,5. Wat is die beste lokroep? Ik geef altijd een rondje van de zaak weg elke keer. Oké, we doen nog een keertje. Ja, een rondje van de zaak. Gebruikt u ook nog speciale stemtechnieken of geluidseffecten? Nou ja, je verdraait je stem een klein beetje, maar ja, het gaat een beetje vanzelf. Oké, doen we nog een keertje, speciaal voor jou. Deel over de inversion is een 6,5. Hoe trek jij bezoekers naar jouw attractie toe? Met een vriendelijke uitstraling. Doet u ook nog speciale dingen om meer mensen hier naartoe te kunnen brengen? Een goed stukje muziek erop. En af en toe een keer door de microfoon roepen. Mag ik een keer voordoen? Ja. Ja, gezellig hotse botse knotse met die supercellerwagens. Amusement en plezier bij die auto's goed hier. Oelala. De allergoedkoopste, de allersnelste erbij zijn. Hotse knotse botse, klaar. De botsautootjes krijgen een 8 van mij. Nou, de beste lokroep is afgelopen dagen met het warme weer geweest. En wij ons erbij zijn hier zo. Lekker afkoelen hier in de X-Factory. Lekker nat worden, ja. Vooral de kinderen, want de kinderen zijn sowieso al fan van deze attractie. Doet het echt heel goed bij de jonge jeugd. En ja, omdat er ook water bij zit, dan vinden ze helemaal geweldig. Lekker met dat warme weer, een beetje nat worden van het zweet over de kermis. Heerlijk. De X-Factory krijgt van mij een 7,5. X-Factory krijgt van mij een 8.